Suriname heeft de afgelopen 5 jaar ruim een 500 miljoen SRD aan directe kosten verloren. Dit kwam door arbeidsstilstand als gevolg van bedrijfsongevallen. John Courtard, inspecteur-generaal van de dienst Arbeidsinspectie, beklemtoonde dit tijdens een vrijdag gehouden persconferentie van het ministerie van Arbeid. Volgens de inspecteur-generaal geeft dit aan hoe onveilig er gewerkt wordt in Suriname. Courtard merkte op dat zowel werknemers als werkgevers serieuzer moeten omgaan met de preventie van bedrijfsongevallen. En de ILO vraagt al jaren om statistieken een menselijk gezicht te geven, laat het leven. Daarom zeg ik altijd tegen de mensen, ik geef nu geen absolute cijfers meer. Ik zeg liever, wanneer deze dag verstreken is, en een normale werkdag duurt 8,5 uur, dan hebben 8,5 mensen een bedrijfsongeval gehad. Dus dat wil zeggen, elk uur heeft u gemiddeld 1 bedrijfsongeval. En dan moet u het meenemen naar huis. Dat betekent dat de kans groot dat een mattifier of een collega van je een bedrijfsongeval heeft gehad. En ik heb gemiddeld 1 man, elke maand 1 met fataal afloop. Dus 1 man keert 1 persoon niet meer naar huis. Never. Dat betekent dat u voor de ILO 7.500 mandagen stilstaat. Dat is ontzettend veel. Dat is economisch verlies. En wat zouden we niet kunnen doen met een half, dus directe kosten. Want als je nog moet kijken naar zo'n opleidingskosten, het transport, de kennis op de werkplaats, dat moet optellen, is de factor 3. Als we dat hadden kunnen besparen, hadden we die koek alvast dikker kunnen maken. Courtard legde verder uit dat 1 mei symbolisch is voor veel strijd. Hij kan zich daarom niet voorstellen dat werknemers normaal aan de slag gaan op deze dag. Het is een regelrechte schande als u als arbeider en als werkgever gaat werken op 1 mei. Want 1 mei staat symbool voor strijd. En weinig van jullie weten wat u zei, veel jonger dan ik ben 56. Dit heeft de hele wereldoorlog gewoed om deze zeg maar misstanden in arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden. Dus ik hoop dat ik daag jullie uit allemaal maar met jullie camera vast te leggen voor de arbeidsinspectie welke bedrijven open zijn op 1 mei. Want dat kan niet. En het heeft nogmaals niets te maken met het ministerie van Arbeid. Niets met de arbeidsinspectie. Het heeft met u te maken en het heeft met uw baas te maken. John Courtard, inspecteur-generaal van de dienst Arbeidsinspectie. Hij sprak tijdens de vrijdag gehouden persconferentie van het ministerie van Arbeid. Courtard benadrukte daarbij dat werkgevers samen met hun werknemers meer moeten doen aan de preventie van bedrijfsongevallen.